is die de grens van PT, de Big Border. Típica de uma véspera de Natal em pandemia. Horas intermináveis numa fila à porta de um laboratório ou de uma farmácia. Dus die idioten gaan urenlang in de rij staan en dan verdubbelen de positieve testen ten aanzien van een jaar geleden. En dan moeten ze weer in een lockdown. Ja, in Nederland kennen we dit spelletje al. Drie keer zoveel als een jaar geleden, ja, als je een testsamenleving invoert. Nos Países Baixos, só o comércio essencial está autorizado a abrir. O objetivo é proteger o sistema de saúde e uma nova vaga pandémica. I'm here because I like to live and I don't think we should be scared and stop living because we are scared of death. Maatregelen hebben niks met mijn gezondheid te maken. Er zijn mensen die willen controle. Já a Inglaterra com o avanço. Nou, dankzij deze idioten komen er straks meer maatregelen. Wat een idioten. Ze staan dus urenlang in de rij voor een test. Wat een sukkels. Echt sukkels. Echt domme. Geen neusseks, doe niet aan neusseks. Fok PCR, want ik hou niet van neusseks. Rappers praten groot, maar worden geneukt in hun neus. En een echte man laat zich niet nemen in zijn neus. Merci beaucoup. Pull up, look up, wat is er van de samenleving over? Komt het nog goed? Vroeger hadden we een beschaving. Niet veel, vakanties wat ik wil. Glas, fijn uitzicht van kasteel of... Oké, zit je dan in een pandemie? Nou ja, ik niet. En ik geniet ook gewoon zonder al die bureaucratie. Ja, prima toch? Ja man, prima geshopt. Ik legde het uit en hij zei ook, ja kijk, de bon is voor eigen rekening en dat is het, weet je. Hij is een zakenman en hij vindt het prima. Nou, kijk eens, weet je, heeft hij toch 5 tientjes verdiend. Lekker wijntje. Ja, hou op man, ik heb zelfs een... Met de club van Porto erop, weet je wel. Dus dat is wel echt sick. Ja, cool. Ja, nog een fles wijn. Likeurtje. Oh man. Prima geshopt, iedereen blij. Kijk, die man snapt het. Weet je, de boete is voor eigen rekening. Snap je? En hij moet gewoon zijn business runnen. Zijn wijnhossen, toch? Ja man, we gaan genieten. Ik zit in de zon te kijken. António Costa, que está de férias. E mais notada, o antecessor de Gouveia Melo. Dit is dus die hond die de vaccinatiecampagne heeft geleid. Het ging dus om een baan. Hij is nu, hoe heet dat, minister van Defensie geworden. En de man, de vorige man die die post had, die heeft al aangegeven dat hij niet met... dat het niet zijn eigen keuze is dat hij aftreedt. Maar deze kerel heeft nu de baan gekregen, want hij is bereid om over lijken te gaan voor de agenda. Nou, we laten deze slaafjes achter ons. Helaas, in dit soort plekken, zo'n winkelcentra, ja, dat is gewoon echt kabal natuurlijk. En zij vinden dat jij moet bedelen om je geld in te leveren, desnoods hun geloof moet joinen. Nou, de eerste twee securities vonden het gewoon cool. Nou, toen de derde, die was asociaal en ook best wel naar en agressief. Toen zeiden we van, nou, we gaan wel gewoon loezen. En toen was het van, nou, dankjewel. En ging dreigen met een boete en zo, terwijl je dat niet eens kan uitschrijven. En er loopt geen politie rond, want dit is een winkelcentrum. Ze hebben security, dus je zou hier nooit een boete krijgen. Maar dat is dus het excuus dat mensen gebruiken. Hè? Dat hoorde ik ook vaak in Spanje. Van ja, je krijgt een boete als je geen naalpop op doet. Terwijl deze mensen stappen ook gewoon de auto in. Die gaan ook gewoon te hard rijden en dan vangen ze ook een boete. Dus dat is onzin. In ieder geval heeft ooit een naalpop gekregen. Ook mensen deden asociaal in winkels. Sta je bij de kassa, denk je van nou, niks aan de hand. Ze hebben nog niks gezegd. Gaan ze toch nog proberen. Daarom hoeven ze hier ook geen miljoenen euro's in handhaving te investeren. Want hier letten die NSB'ers dus op elkaar. Dus ze houden elkaar eraan. Ja, onmogelijk. Dus...
we nemen afscheid. Ja, we zijn dus nu in het buitengedeelte ervan, want je hebt dan de binnenkant. Misschien heb ik wat oude beelden ervan, want ik kom hier elk jaar. Ik heb nu niet zoveel kunnen doen met tussen al het strijden. Zoals ik al zei, hier hoeven ze niet miljoenen in handhaving te investeren. Want elke kef achter de kassa, die spreekt je erop aan. Zelfs als je zegt dat je al alles gewoon hebt uitgelegd aan de security. Maar het is totale willekeur. Ook hier in het buitengedeelte moet je dus gewoon die muilkorf op. Ik zei ook tegen haar, het doet niks. En dan hebben ze het over zo'n plastic ding, wat dan ook. Ik zei ook, het is een testpandemie. Want hier ook op het nieuws, en daarom zijn mensen misschien zo bang. Maak ze een hele uitgebreide show van. Dus veel langer dan het NOS. Het is gewoon een uur lang over corona. En ze hebben het over 133.000 tests per dag. Want ze zijn nu ook bezig met het invoeren van een testsamenleving. Het zijn 133.000 tests per dag. Ja, dan krijg je wel 9.000 positieve testen. Dus, maar dat wil niet zeggen dat iedereen doodziek is. Maar je moet dus meedoen. En hier is het dus echt gewoon een gevecht. En het is gewoon zinloos. En ik had graag gezegd dat het hier net zo goed was in Spanje. Want hè, Portugal, nou ja... Ik ben er opgegroeid, komt er vandaan, maar dit is gewoon... In Spanje is dat stille verzet nog wel. Kijk, je ziet het niet. In Nederland, als ik naar buiten loop, zie ik gewoon op de grond staan... COVID is the great reset. Dat zie je niet. Maar mensen zijn wel wakker. Mensen voeren gesprekken, ze zeggen we hebben een revolutie nodig. In de cafés, iedereen vindt het onzin, Omicron, onzin. Maar je ziet het niet. Mensen verzetten zich niet. En al deze schaapjes, al deze slaven, die lopen gewoon blij met hun melkkorf. Ze bedelen om hun geld in te leveren. Ze vinden het allemaal prima zo. Misschien zijn dit ook de mensen die we achter ons moeten laten. Die vinden het niet erg. Ik zei ook tegen haar, het komend jaar zullen jullie ook gewoon zo blijven lopen. Ja, ja, ik weet het. En ze was best wel aardig, die laatste. Maar op een gegeven moment was het gewoon niet meer te doen. Dit is gewoon niet chill zo. En dit soort plekken moet je ook gewoon niet steunen. En in de food court geldt dan ook dat je zo'n... COVID-pas moet hebben. Ja, dit soort plekken die werken mee aan de uitvoering van deze agenda. Hè. Dus je kan beter gewoon naar de kleine tenten gaan. Ook hier heb je net als in Spanje die grote supermarkten waar mensen alles halen. We moeten daar echt mee stoppen. In Nederland heb je dan gewoon. Mensen gaan al naar de bakkerij. Je hebt de viszaak, de groentezaak. Dat moeten we echt nu gaan doen. En vooral hier. Daarom zeg ik ook altijd tegen mensen in Nederland. Ik ben blij dat we in Nederland zo'n sterk verzet hebben. En dan zeggen ze, nou, kijk naar Frankrijk. Ja, maar wat er in Frankrijk gebeurt, dat doen ze fantastisch in andere landen. Maar dat hebben we al gedaan op het Museumplein. We hebben al gevochten en gestreden. En daarom kan je daar je ook gewoon beroep op een medische uitzondering. Ik zei ook tegen die vrouw, ik draag dit niet eens. Dit is in Nederland, maar ik gebruik het alleen in het buitenland. Want in Nederland hoeft niks uit te leggen. Ik loop gewoon naar binnen. En hier moet je dus constant verantwoording afleggen. Het is gewoon belachelijk, omdat niemand vechts vindt het allemaal prima zo. Dus dit soort plekken, dit soort mensen, die moet je gewoon achter je laten. Door. Mark en Hugo niet, maar Wilders wordt bedreigd. Dus fuck alle schapen uit principe, het gaat niet eens om beleid. Je zou denken, hebben ze geen gezond verstand. Maar mensen zijn verlamd van angst. Alleen dictators regeren met angst. Schapen denken niet, mondkap daaronder grote glimlach. Ik ben zo heet, ze vragen waar komt hij vandaan. De bergen in PT, veel vuur voor elkaar. We zijn naar binnen gesneakt, want ik dacht, ja, naar het winkelcentrum ervaring, dacht ik, dit gaat moeilijk worden. Maar nee hoor, ik weet niet eens waarom ik dit doe, ik gewoon weer terug in mijn shirt, net als vanmiddag bij het restaurant. Het kan gewoon, deze winkel in Lule, bij de Chinees nog wel. Daar kan je gewoon shoppen zonder melkbord. Kijk hier, cameraman. Ja, waar moet je zijn? Ze zeggen niks, ze wensen je alleen een fijne kerst. Nou prima, en ze zijn gefocust op hun werk in plaats van de religie. Ze pakken alles netjes in voor je. Top, goede zaak. Ja man, al die wappies met hun kappies, sta je daar aan de appie. Show een beetje fatsoen als je me aanspreekt, doe je strafkap af. Toon een beetje beschaving, geef elkaar een hand. Ik vind de beschaving sowieso belangrijker dan de waanzin. Ja man, en stay dangerous. Holland's most wanted. Als ik moet kiezen tussen privacy of gezondheid, kies ik vrijheid. De sfeer is raar, naar, facebedekt, ben je aanspreekbaar. Soms in de AH denk ik wel van wat een gekke. Het lijkt wel een soort 3D-bril. Misschien zit ze ook echt in een pandemie en zien ze allemaal lijken. Ja, of ik niet iets was vergeten. Maar toen ik zei medical exemption, had ze meteen begrip. Dus dat heb je dus wel met die Brits. Zij snappen het. En ja, Tesco, het is misschien wel kabal, ik weet het niet. En IJsland, het is ook niet het meest gezonde. Mensen verwachten natuurlijk meer van een wappie. Zijn we weer. En weer.
geshopt weer bij de Chinees. Dus ja man, kijk, super vet. Ik ben er blij mee. Speciaal. Ja, dan heb je ook wat. En weet je, als ze je geld niet willen, fuck ze. Dan niet, toch? Dan ga je gewoon naar een plek waar ze wel gewoon normaal zaken willen doen. Waar ze een beetje normaal doen. En respect hebben voor de klanten. En pak er wel daarna gelijk zijn handen. Die rotzooi, weet je wel. Die flake shit, wat ze van handen smeren. Die plek dan, maar ja, boeien toch? Dus gun de strijders, weet je, Chinees. Cameraman, pak hem. Zet hem erop. Gun de strijders. Ja, dat was hem, ja. Wat? Is leuk erop. Ja. Oké, okay, een gloednieuwe Wappie vlog. Een Wappie kerstmuts is het. Ik heb de kerstdraad aan, het is ook echt kerst vandaag. Het is de 25e. Hier begon het gisteren eigenlijk al. Beste kerstcadeaus natuurlijk de vrijheid terug, maar ik weet niet of ze het hier nog waarderen. Weet je, je loopt een café binnen en ze beginnen al te schreeuwen over die melkkorf. En ik van, ik vraag jou niet om hem af te doen. Ik zeg gewoon dat ik hem niet op ga doen. Maar, nee, ze zijn ook asociaal, weet je. Maar ja, dat weten van die COVID-lui, die beschaving is er helemaal uit. Ze vinden ook dat mensen gewoon hun kinderen moeten offeren voor de vaccinatiegraad, zodat zij op vakantie kunnen. Dat is allemaal prima. Vorig jaar rond deze tijd zei de premier van Portugal, als je het zo kan noemen, hij heeft natuurlijk niks te zeggen, dat is net als Rutte, die zei, nou de beste kerstcadeau is een injectie, zoals wij ze noemen. Nou die hebben ze nu, maar nu moet het de booster zijn, dus ze komen hier er nooit uit. Ik vond Spanje beter wat dat betreft. Er zijn wel toffe mensen hier in de cafés en zo, die het hebben over revolutie en er zijn wel goede mensen die ook gewoon een beetje chill zijn. Maar Spanje was wel beter wat dat betreft. Je loopt een kroeg binnen. Sommige mensen doen zelfs hun mondkapjes netjes af, zodra ze ons zien. Terwijl hier heb je dat echt niet hoor. Ze blijven gewoon schreeuwen. Je moet meedoen aan de religie hier. Even overgeschakeld naar de telefoon. Prima geshopt bij de Chinees. Bij de Rus. Kijk eens. Als je geen ivermectine kan krijgen, heb je de honey pepper. En bij de slager. Prima. Ja, zijn we weer. Prima, toch? Wappie kerstmis, we zijn op het strand. Er zijn hier weinig strijders, dus dan doen wij het. Ik ben niet al te hoopvol. Ik had toch meer van het stille verzet verwacht. Het is net als in Spanje, dus met de CTB in het noorden, dat ze hem gewoon op de deur plakken, maar er verder niks mee doen. Dat ze soms zelf die melkkorf afdoen als ze zien dat jij er niet aan meedoet. Maar hier is het echt van schreeuwen, schroeten hier niet eens. Je moet meedoen met de religie. En als je geen melkkorf op kan voor je medische uitzondering, vraag ze of je zo'n spatdeksel op wilt doen. Dus ja, het is gewoon echt. Dus ik ga gewoon hier bij deze grote QR-code even wat plakken. Dit heeft niemand door. Nou, dit is niet goed. Maar dit gaat echt heel goed. Niemand ziet dit hoor. Kijk eens, bij de grote QR-code. Kijk de QR-code. Doen op het terras. Ik heb de hele discussie gehad wat je moet binnen bestellen en meteen afrekenen. Hij zei je moet een melkkorf op. Ik zei biertje. Ik zei nee, de melkkorf. Dus uiteindelijk zei ik ja, dat gebruik ik niet. Ik zet het even neer. Blijf maar draaien. Ik zei ja, dat draag ik niet. Dus we hebben een hele discussie gevoerd. Maar ik zei kijk, luister, ik wil er niet over strijden. Ik respecteer jouw standpunt. Ik zeg ook niet dat jij hem niet mag dragen. Jij mag hem dragen. Ik draag hem zelf niet, maar als ik niet welkom ben, is ook goed. Nee, je bent welkom. En hij gaf me nog een schouderklopje, super vriendelijk. Hij zei, ja, ik verzin het niet, het is de wet. Ik zei, nou, het is niet de wet. En ik noemde ook de artikelen van de Portugese grondwet. Ik zei, het is niet de wet. Sterker nog, het is tegen de wet. En in de Portugese grondwet, volgens mij artikel 21, jullie hebben zelfs het recht om je te verzetten. Hij zei, ja, maar ik ben er niet tegen, maar ik vind het ook vervelend. Ik zei,
luister, Kiel, doe hem gewoon af dan. Doe hem af. Weet je, hij stond me aan te kijken alsof ik gek was. Maar het was wel een goed gesprek, het was wel positief. En hij zei, luister, kan je ook buiten bedienen. En ik heb vaker klanten, zo, dat maakt helemaal niet uit. Maar we moeten dit wel, het is verplicht. En ik zei, ja, maar kijk, het is niet verplicht voor mij. Snap je, ik bepaal dat zelf. Snap je, dat is mijn mond of niet? Ja, het was wel, uiteindelijk was het wel gewoon productief en het gewoon doen en je bent gewoon welkom, geen probleem, alleen, ja, je weet toch de wet. Ik zei, luister, de wet staat hier niet en Mark Rutte staat hier ook niet. Of ja, ik noem het Mark Rutte, want het is dezelfde gast, alleen de Portugese Rutte is wat donkerder en Rutte in Nederland is een Nederlander, ja, weet je wel, blauwe ogen. Maar het is dezelfde gast, weet je wel, hebben ze daar neergezet. Dus ik zei, luister, jij doet het nu. Hij zei, ja, maar de boete. Ik zei, de boetes bestaan niet en die is voor mijn rekening. Weet je, maar dit is ik wou de strijd niet aangaan. Ik wou eerst naar binnen gewoon sneaken. Toen had ze me gezien. Ik zei later maar. Nou, ze heeft meerdere keren een excuus aangeboden. En na het afrekenen kreeg ze zelfs een VIP-kaart. Dus hier krijgen wappies gewoon een VIP-kaart. Dus doe je mijlkorf af, krijg je kortingen. Snap je? Dus het loont. Verzet loont. Ja man, prima. Even een vis afgehaald. Er staat ook de Nation's Most Treasured Dish, dus ja, dat belooft wat. En hij kwam naar mij toe om het geld aan te nemen en hij kwam ook naar mij toe laten om het eten aan me te geven, want die mag niet naar binnen zonder melkkorf. Ik denk van ja, weet je, er is gewoon een open glijdeur. Beetje drom, maar ja, weet je, hij was aardig. Ja, het moet wel, het zijn de regels. Er was ook een Engelsman voor mij. Daar zei hij niks tegen, die ging gewoon naar binnen, pakte ze eten. Maar dat is wel fijn om te zien natuurlijk, hè, dat mensen niet meedoen met de waanzin. Tegen mij durfde ze wel te zeggen, want ik ben super chill. Maar hij zei wel, ja, als je naar binnen komt, moet je de melk of op, maar kom maar naar jou toe. Prima toch, dus ga lekker eten, man. Ik laat zo wel een b-roll zien. En ja, je betaalt aan de deur, hij komt naar jou toe, hij haalt het geld op, later brengt hij het naar je toe. Nou, lekker geshopt op de markt, hoe het hoort. Hier hebben ze ook een probleem, dat ze allemaal naar die grote winkels gaan. En vooral Spanje en Portugal, want wat ze dan hebben, in de AH is dat niet zo, weet je. Maar hier hebben ze nou echt zo'n verse visafdeling, dus mensen gaan alles halen in die grote supermarkten. Dat moet je niet doen, gewoon naar de markt. En mijlkorfloos, ja, er zijn buiten, maar je ziet dus die sociale druk. Ik zag net ook wat toeristen, zelfs een Nederlandse. Ik zag net wat Engelsen volgens mij die beter wisten, want ze liepen eerst zonder kapje. En zodra ze in de buurt kwamen van het kraampje, toch die melkkorf op. Dus dat is die sociale druk. Niemand handhaaft hier. Weet je wel, en ook het is buiten. En dat is dus de sociale druk helaas. Maar ja, goed, wij zetten het goede voorbeeld, toch? Ik loop door die gekken heen. Wat een gekken, ziet er niet uit. Ik loop door corona gekken heen. Wat een complotdenkers, man. Killer virus of zo. Loop door ze heen. Stop pas na 9 uur. Iedereen heeft kappies op. Om walk and tour, maar vul een vis op. Ik loop door die gekken heen. Ja, maar zijn we weer. De beroemde bakkaljauw. En in Nederlands is het eigenlijk kabeljauw. Maar mensen die mij kennen weten, ik zeg altijd bakkaljauw. Weet je wel, dat is gewoon het ding. Ja, ik kwam er te laat achter dat het kabeljauw was. Dus het is gewoon bakkaljauw voor mij, weet je wel. En ja, maar deze is gefried, dus ja man, dit belooft wat. Kijk maar, hij is gefried. Zie je dat, camera man? Ja man, kijk eens even bij de wijnboer hier achter me. En hij gaf me zelfs korting, want hij kon niet wisselen. Toen zei ik, hou je heet, maar uiteindelijk heb ik het gehouden en ik ben er wel blij mee. Zo, dit zijn eigenlijk wijnen van 20, 50 euro, had ook een paar van nog duurder en zo heb ik niet betaald, maar daar kan je het mee vergelijken, dus in die prijskategorie, weet je wel. Dus dit zijn echt, hier ben ik blij mee, weet je wel, dus dat was een mooie vondst. Nou prima, kopje koffie erbij, kijk eens, cake erbij. Zei iemand wat over CTB en melkkorf? En kijk die uitzicht, kijk de, hoe heet dat, de Christmas decorations. Ik vind het echt vet, die man. Kerst vind ik ook echt altijd dik. Nou, prima geshopt bij de Chinees in Quartera. Ja, als de Portugezen mijn geld niet willen aannemen, dan gaan we gewoon door met de Chinezen, toch? Kijk, ik heb hun overheid niet en bepaalde betaalsystemen uit China moet ik ook niet. Maar kijk, als die mensen gewoon chill zijn en wakker. En misschien zij kennen die melkkorfregimes. Misschien zijn ze daarom ook niet wel zo chill. We zijn wel 4 winkels geweest. Niks aan de hand, ze vragen niks, ze zeggen niks. Op een gegeven moment wouden we het maar uitleggen. Weet je wel, van trouwens, we hebben wel een uitzondering hoor. Het boeit ze niet eens. Ze willen gewoon zaken doen.
doekoes, weet je wel. Ja, die andere, die Portugezen, ja, die willen dat je voldoet aan hun cult. Ja, nee dank je. Weet je wel, ik geef mijn doekoes uit bij mensen die het waarderen. En ja, dan heb je ook wat, hè. Je ziet het. Nou, fijne avond. Het was geslaagd. Helemaal in het restaurant beland in Albertine, alleen om een kopje koffie te doen. Ik een wijntje, ook net een bakkel. Super vet, ja, niemand draagt hier een mondkapje. Alleen toen hij ons ging bedienen, deed hij hem wel op, weet je, een beetje voor de show. Volgens mij zit hij nu te slachten, zei de cameraman dat hij kon zien. Ja, prima leven. Even een kip gehaald en geen grondwet om mijn nek deze keer. Boeien. Ik loop door die mondkapjes heen. Ik loop door de mondkapjes heen. Ik loop door die gekke heen. Ik draag de wappenkap niet eigenlijk meer uit solidariteit voor iedereen die voor onze grondwet strijdt. Een demissionair kabinet mag opnieuw Hitler's noodmaatregelen invoeren, maar je deugt niet als je het vergelijkt. Ze zijn 100 keer erger. Jullie claimen morele superioriteit, net als de nazi's. Hitler was overigens ook vegetariër.